Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik denk dat jullie deze uitspraak vast wel eens voorbij hebben zien komen. Die is namelijk van Pippi Langkous. En oké, nou ben ik wel Annika, vernoemd naar Annika van Pippi Langkous. Maar ik kan me helemaal vinden in deze uitspraak van Pippi Langkous. Dat is ook eigenlijk mijn tweede tip. Ga oefenen, trainen, proberen en maak fouten. Tijdens mijn werk, tijdens mijn vorige werk, was ik in de uren naast mijn baan alleen maar, bijna alleen maar bezig met editen, video's maken, video's kijken waarin mensen aan het editen zijn, zodat ik beter werd. Ik kocht een nieuwe camera, daar ging ik superveel mee oefenen en uitproberen. Ik keek mee met iemand die heel goed kon editen, om te kijken hoe hij dat deed. Nou, met andere woorden, ik stak er heel veel uren in naast mijn werk om ervoor te zorgen dat ik alvast allerlei dingen leerde die ik in de toekomst nodig ging hebben. Ik zocht op internet op hoe je een businessplan moet maken. Ik had nog nooit een businessplan geschreven en ik had echt geen idee wat daar allemaal in moest. Dus ik pakte van internet een voorbeeldje hoe dat moest en schreef daar mijn eigen businessplan mee. Dus als jij je eigen bedrijf wil starten of een carrière switch wil maken naar een ander soort baan, moet je wel bereid zijn om daar uren in te investeren. Het is namelijk waarschijnlijk iets nieuws wat je jezelf moet gaan aanleren. Dus moet je wel bereid zijn om trainingen te gaan doen, jezelf beter te maken en dus ook om fouten te maken. En dat fouten maken, dat is natuurlijk best wel spannend. Je gaat iets nieuws doen wat je misschien nog niet gelijk super goed kan. Dus fouten maken ga je sowieso. Maar geloof mij, van de fouten die ik heb gemaakt, de dingen die niet in één keer goed gingen, heb ik het allermeeste geleerd. Een tijd terug had ik een zakelijke vlog. En dat is mijn kat trouwens, gezellig, die ook mee wil praten. Ik kwam daar 's morgens aan op kantoor en ik pakte alles uit mijn tas. Ik had camera bij me, mijn statief. En ik keek in mijn tas en ik was mijn microfoon vergeten. En ik dacht, nee, hoe kan dit nou? En we hadden een acteur en die acteur hadden we echt maar voor 1,5 uur ingeboekt. Gelukkig was het in Den Haag en kon ik dus heel snel naar huis racen. Maar goed, het stond natuurlijk totaal niet professioneel. En ik dacht, nee, hoe kan dit nou? De eerste keer met een video, hoe kan dit nou gebeuren? Nou, dat heeft me wel geleerd dat voortaan als ik een opname heb, de avond van tevoren ligt alles klaar. Check ik dubbel, heb ik mijn camera, heb ik mijn microfoon, heb ik mijn statief. Dit gaat mij nooit meer overkomen. Maar goed, dat soort dingen, dat gaat een keer gebeuren. Dat ga je een keer meemaken en dat zorgt er ook voor dat het in de toekomst, ja, waarschijnlijk wel goed zou gaan. En wat mij heel erg heeft geholpen, is om veel dingen binnen wat je gaat doen, binnen je carrière switch, heel erg te zien als een experiment. En dat doe ik omdat als ik dingen zie als een experiment, dan verlaag ik voor mezelf heel erg de drempel dat ik niet gelijk van mezelf verwacht dat ik iets ook gelijk perfect moet kunnen of de beste moet zijn of heel goed moet doen in één keer. Want nee, ik ben aan het experimenteren, ik doe iets nieuws, ik ben iets aan het uitproberen, dus hoef ik niet gelijk de beste te zijn. En natuurlijk, als je je eigen bedrijf gaat starten, en er is veel geld mee gemoeid, dan natuurlijk is het niet van, oh leuk, we gaan dus even experimenteren. Maar stel dat jij nu voor de klas staat en je wil verpleegster worden, dan kun je wel bijvoorbeeld eens kijken van, kan ik misschien een keertje stage lopen? Kan ik eens kijken of dat iets voor me is? Kan ik binnen de mogelijkheden al een klein beetje gaan experimenteren hoe het voor mij zou zijn als verpleegster? En het is vaak zo spannend om te falen, omdat we voor onszelf, ja, automatisch de lat heel erg hoog leggen. Dus we verwachten gelijk dat we, als we een carrière switch gaan maken, dat we het ook gelijk heel goed kunnen. En dat we gelijk net zo mee kunnen draaien als de andere mensen hier. Maar dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. Aan het begin kun je niet gelijk op hetzelfde niveau zijn. En aan het begin ga je gewoon fouten maken. Dus verlaag die lat voor jezelf. En laat het gewoon toe dat je nog fouten gaat maken en dat je nog aan het leren bent. Nou, ben je nou benieuwd naar dit thema over falen, faalangst, fouten maken? Ik heb een gesprek gehad met een faalkundige, Saakje Bakker.
En aan haar stelde ik ook die vraag van, nou, hoe komt het nou dat we dat zo spannend vinden en wat kan je daar nou precies aan doen? Dus ben je benieuwd naar meer informatie rondom dat specifieke thema? Klik dan even op het i'tje hierboven en ga naar de video. En morgen zijn we er weer. Dus ik vind het leuk om te zeggen van morgen zijn we er weer. Misschien moeten we dit gewoon vaker doen. Dus ik hoop dat jullie allemaal weer zien. En vond je het een leuke video? Klik dan even op het duimpje. En als je geen één video wil missen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dankjewel weer voor het kijken. En ik hoop tot morgen.